Er zijn er ook groepen, zoals jullie al zien. En wat ik dan het ergste vind. Oh, dat vind ik zo erg, lieve mensen, lieve vrienden. Else Ada Grijnwald Frankenberg, geboren, nou ja, er zit een steentje op het vlak. Ja, lieve vrienden, een hele goede namiddag, want ja, ik ben heel erg laat nadat ik jullie erbij pak. Maar zoals jullie al weten van mij, verga ik van de pijn in mijn rechterknie en mijn onderrug. Mijn mannetje zou zeggen de lumbago, want dat is je onderrug in het Latijns. Ik verga echt van de pijn, het is gewoon vreselijk. Ik heb gisteravond zelfs al een keer moeten braken. En ik heb de meisjes wel nu een aantal x keren in de tuin gehad, omdat ik zelf dan naar de wc moest. Maar dan ben je blij dat je weer in bed ligt en dan moet je ook weer insmeren en dat is allemaal onhandig enzovoort. Je moet het op je rug doen, je moet het op je knie doen. Nou, het is echt niet leuk meer, maar in ieder geval, ik kom niet weer om te zeuren. Ik kom het om toch weer leuk te houden. Ik ga zo met de meisjes lopen. Ja, dat moet ik toch doen. Proberen weer een kilometertje te lopen. Daarna pak ik toch nog even de scootmobiel. En dan ga ik toch nog even een stukje met jullie ontour. En ik ga even ergens een short maken. Ja, wil ik ook nog even gedaan hebben vandaag. En morgen, nou ja, dat begint de avondvierdaagse. Dus dan hebben we genoeg ontours. En wie weet, kan ik hier en daar ook nog wel even een short maken. Ja, dat weet je niet. En vloggen, ja, dat gaat gewoon automatisch, hè. En dan de rondtour erbij. Dus ja, weer heel veel in het vooruitzicht. Ondanks mijn pijn gaan we het toch wel gezellig hebben, hopelijk. Ja, en ook ondanks mijn verdriet. Want aanstaande woensdag 7 juni had mijn geliefde man jarig kunnen zijn. Dan, ja. Maar hij is er dus niet meer en het leven gaat door. Maar dat had hij ook wel willen hebben. Maar wel op mijn eigen manier, zoals ik dat wil. Want ik vier wel zijn verjaardag, maar op een andere manier. Dat is gewoon bij vieren het leven. Ja, en dat had hij ook heel fijn gevonden. Want dan denken we ook aan hem en ook aan andere mensen die jarig hadden kunnen zijn op die dag. Gewoon het leven vieren met elkaar. Ja, dat is ook fijn. En ik heb mijn bril net schoongemaakt, maar ik heb het gevoel dat hij nog steeds smerig is. Maar ik zie niks. Maar in ieder geval, oké, lieve vrienden, ik ga lekker even met de meisjes lopen. Ik ga mijn wandel-app weer de voorschijn halen. Rijka, die is buiten. Ja, we gaan zo, meisje. Oh, ja, is het zo zielig. Maar Rijka, die is buiten. Dat is een zonaanbidster. En ja, als je die buiten laat met dit weer, dan blijft ze buiten. Totdat ze blaft. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb de meiden dus lang al uitgelaten. Ik heb koffie gehad, ik heb weer een broodje gehad. Ik heb mijn shirt gedeeld, ik heb mijn video gedeeld. Ik heb even op mijn telefoon zitten te hannissen. Dat moet ook allemaal kunnen. Ja, ook daar krijg ik berichten binnen, weet je. Dus dat heb ik ook even verwerkt en bewerkt en gedaan. En we gaan er nou even door, even er vandoor. Dus inmiddels, we zien 18:20 op de computer. Ja, en we leven nog steeds op de 4e van de 6e op, op zondag toch? Ja, op zondag. Ja, op zondag. Dus ja, dat is allemaal goed. De 4e van de 6e, 2023, nog steeds, ja. En ondanks dat ik heel veel pijn heb nog steeds, maar als ik me rustig hou, zoals nu, ja, ik voel het ietsje. Maar zodra ik weer ga staan, nou, dat gaat met moeite en dan schieten de tranen in mijn ogen. Maar dat heb ik allemaal over voor jullie, maar ik laat het lekker niet zien. Nee. Ik ga dus... Die ligt al klaar, dat is mijn hele stiekje, daar kan mijn stok in. Ik weet niet of jullie dat ooit al hebben gezien, maar deze wandelstok, ja, heb ik ooit van mijn mannetje gehad. Ik loop er dus nog steeds mee, maar daar zit hele stiek in. Ooit is dat hele stiek gebroken geweest, toen leefde mijn mannetje nog.
Hij zei, nou, als het hier een stukje elastiek, als jij nou even naar die winkel gaat, dan kun jij daar een nieuwe elastiek krijgen. Oké, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik daar naartoe. En dat was die scheepswinkel waar ik nogal steeds vaak naartoe ga als ik wat nodig heb. Kun je ook spullen kopen voor op schepen, van deze dingen heel groot. Die haken kun je van klein tot heel groot krijgen, tenminste kopen. Alles kun je daar kopen, vlaggenmasten, alles. Maar maakt niet uit. Hij zegt, dat hele stiek, hij zegt, dat kun je met een jaar weer. Hij zegt, dat willen ze weer, maar meestal wordt er dan gelijk een nieuwe stok gekocht, omdat men het zelf niet weet te maken. Hij zegt, maar jouw man die is slim. Die weet het wel zelf te maken. Hij zegt, maar dan moet je deze elastiek hebben. Nou, dat is dat. Ja, ik weet niet of jullie dat zien. Maar dat is dus heel dik materiaal. En dat zit er dus nog steeds in. En dan kan je hem opvouwen. Ja. Gewoon een paardenstaart elastiekje, maar zonder naad. En ook zonder zo'n plastic dingetje. Of een staaldingetje. Wat ertussen zit, moet één geheel wezen. Want anders breken die elastiekjes weer. Nou, één. En nog een keer. Één. En dan is het. Voilà, zit hij erom. En dan kan je hem in je mandje van je booster kwijt. Of van je rollator kwijt. Of wat dan ook. Ja, en aan een rollator heb je meestal een voet waar die in kan staan. Enkel mijn rollator die hem in de auto meegaat, daar zit hij niet aan. Wel aan die waar ik mee loop, daar zet ik hem dan in. Maar op de booster heb ik er ook wel één. Maar ik doe hem altijd in mijn mandje. Kan ik er veel sneller bij komen. Dan hoef ik niet eerst van die stoel af te stappen. Moet ik mij vasthouden aan die stoel, achter te lopen en dan die stok te pakken. Nee, dat werkt voor mij niet. Deze zit in mijn mandje zo. En dan kan ik hem zo meenemen. Ja, toch? Ja, dus dat heb ik even nu bij deze uitgelegd. Voilà. En ik doe mijn vest aan en ik doe nou wel mijn dikkere jas aan. Ondanks dat het 15 graden is, maar ik heb ook rijwind en ik loop niet. Ik rij. Dus ja, dan is het sowieso wat kouder. En dat geldt ook voor morgen. Ik doe gewoon mijn dikke jas aan. En dat heb ik trouwens altijd nog gedaan. Of het moet echt zo bloedje heet gaan worden. Maar dat weet ik nog niet. Nee. Het is nu ook nog maar 15 graden. Dus ja, dat doe ik dus lekker niet. Hè? Nee. Ik moet wel aan mezelf denken. En niet aan een ander wat dat er gaat. Hoe een ander erbij loopt, rijdt, fietst, doet, weet ik veel wat. Moeten hun weten. Maar ik denk aan mezelf. Ik wil verder gezond blijven. En ik ben verder gezond. Ik heb enkel pijn. Ik ben niet ziek. Ik heb vreselijk veel pijn. Ja. En daar word je ook lamlendig van. Maar als ik rustig blijf zitten, zoals nu, ja, dan voel ik bijna niks. Dus dan ben ik lollig en vrolijk. Ja. Geen verkeerde beweringen doen, want dan schiet het, dan voel je het ook weer. Maar in ieder geval, sleutels zitten in mijn jaszak. Ik moet jullie hierin kwijt, want jullie gaan ook mee. Ik heb mijn telefoon, gaat ook mee, die gaat in de houder. En dan gaan we even een stukje ontoer en even hier en daar kijken om een short te maken. Ik moet even wat opzoeken nog om te kijken wat dat is. En dan moet ik even opschrijven en dan komt het helemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet een beetje met mij mee. CQ, ons rond. Ik heb de diertjes ook nog in. Die zijn gewoon weer lief, hè? Elwing op de bank. En de kleine meid, die ligt daar. Ja, en dat emmertje, nou ja, die heb ik gisteren erbij gepakt voor eventueel, hè, als ik de wc niet kon halen of zoiets. Gisteren kon ik het ook niet halen, ben ik boven de gootsteen geweest. Ja, nou, er was niet veel wat eruit kwam, nee. Ik was meestal door de pijn. Nou ja, dat heb ik nou niet, nee. Dus daar ben ik ook weer blij mee. Maar in ieder geval, geniet ze en geniet een beetje mee. Doei!
Dit is ongeveer hetzelfde, lieve vrienden, dan die struikelsteentjes die hier en daar in de trottoirs zijn neergelegen, waar mensen hebben gewoond van vroeger, van de Duitsers of Moffa, ik weet het 1, 2, 3 niet, of de Duitsers, laat ik het netjes op de Duitsers houden, ja. Want Moffa, dat vind ik toch een scheldnaam, daar hou ik niet van. Dus we houden op Duitsers. Nou hebben we hier ook nog veel meer dan enkel deze. Laat het even op afstand zo zien aan jullie. Maar we vinden ook groepen, zoals jullie al zien. En wat ik dan het ergste vind. Oh, dat vind ik zo erg, lieve mensen, lieve vrienden. Else Ada Grijnwald, Frankenberg, geboren. Nou ja, er zit een steentje opgeplakt. Kan je er dus niet afhalen. Oh jawel, kijk. Ik kan het bijna niet zien, maar ja, doet er niet toe. En die, ja. Geboren in Den Helder, ja. En ja, kindertjes. Die kleine steentjes, lieve vrienden. Wat ik gehoord heb, hè? Of het zo is, ik weet het niet, moet naar de jaartallen kijken, maar ik heb daar momenteel ook helaas te veel pijn voor. Maar kom zelf naar de Helder toe. Een vraag waar dit te vinden is, nou, waar? Bij een kerk, hierachter gelegen. En daar ging slechts een brug, de Postbrug genaamd. En bij het Stadspark. Daar wordt nog gebouwd. En dat is een skierbaan. Maar in ieder geval, lieve vrienden, we lopen er even een beetje bij langs. En dan laat ik ook die hele kleine steentjes zien. En dat zijn dan baby's, hè. Dat wordt gewoon vermoord, hè. Gewoon vermoord. Mag toch niet? Dat wordt dus nog gedaan, hè. Dat wordt nog gedaan, lieve mensen. Dat wordt nog steeds gedaan. Zelfs in de Melder, waar wij geen weet van hebben. Overal wordt het gedaan. Ja? Ben jij niet goed genoeg voor iemand? Zoals, ik noem maar even wat, de ratten. Word je gewoon afgemaakt. Ja? Hoe klein? Hé? Dat zijn dus de ouderen. Met zoveel kinderen om hen heen. Ja, hoe kleiner. Is toch bizar? Is toch bizar? Stel je voor dat jouw familie hier ligt. En dat je er niks van weet. Zoek. En je weet het. Ga zoeken, lieve vrienden. Om te kijken waar jouw familie ligt. Het is zo bizar. Zo erg bizar. Ja, ik heb het nou allemaal heel laat op de kop. Maar als je hier naartoe komt, naar Den Helder, naar deze plek, kan je het zelf allemaal lezen. Het is gewoon vreselijk. Wat hier staat. Kippenvel. Tranen in mijn ogen. En er staat nog eentje. Ook daar nog. Twee die ik geloof ik al van. Doe het dus nooit nog een keer. Andersom. Het is toch bizar. Het is zo bizar, lieve vrienden. Zo bizar. En dan hier nog twee. Ik heb op straat niet.
Nou ja, geboren 3-7-1884, als ik het goed lees. Vermoord. Ja, het staat erbij, hè? Vermoord. 07-05-1943. Dat is toch... Ja. Allemaal, hè? Het is maar even dat jullie het weten, lieve vrienden. Allemaal vermoord. En ook dus die struikelsteentjes die ik al in een short heb genomen. Wat in het trottoir zit. Zo zijn er veel meerdere plekken hier in Den Helder dat er struikelsteentjes in een trottoir zijn gemaakt. En die mensen zijn allemaal vermoord. En waarvoor? Voor niets. Omdat ze een ander hielpen misschien? Om onder te duiken? Of wat dan ook? Hadden wij niet hetzelfde gedaan? Ik denk van wel. Ja, ik denk van wel. Dus ja, bedenk wie hier zal liggen. Misschien dat u die nog kent. Ik weet het niet. Maar ik vind dit diep, diep treurig. Ja. Mijn gedachten gaan eventjes nu naar hun uit. Dus ja, dat is lieve vrienden. En we gaan weer even verder. Want het is koud. En ik weet niet hoe laat het 1, 2, 3 is. Ik kan het niet eens niet bekijken. Ja, het is 7:30. En de wind is op gaan komen, dus het is niet al te warm. Dus ja, bij een kerk die gelegen is bij de Postbrug. En aan het Stadspark. Dus het is even dat jullie het weten, lieve vrienden. Thank you.
Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, en ik hoop dat jullie het gezellig hebben gevonden onderweg. Af en toe heb ik de camera van mijn mobiel even gestopt, omdat ik mijn mobiel nodig had om weer een shot te maken. En ook heb ik ergens even een pitstop gemaakt en heb ik eventjes wat besteld. Ja, en dat zit weer in een zakje, een tasje moet ik zeggen. Hierop, eigenlijk een tasje met twee bakjes in. En ja, wat zou daar nou in zitten, hè? Denken jullie? Nou, ik weet het. Knoflooksaus, ja. En dit noem ik altijd een oprol pizza, oftewel een donner. Ja, dunner, donner, hoe zeg je dat? Dus ja, lekker. Daar gaan we gelukkig van genieten. En ja, ik heb wat jeuk. Maar ondanks alles, ik heb een paar keer even au gezegd. Maar dat zullen jullie niet gaan horen. Omdat ik het geluid onder de ontour natuurlijk weghaal. Want jullie willen ook het geluid niet horen van de spoedmobiel, oftewel de booster. Want dan worden jullie gek. Ja, echt dat getril en dat, ja, dat hoor je en dat is gewoon weg niet leuk. Maar ja, ik heb een paar keer au gezegd omdat ik er even ergens overheen ging en dat, ja. Maar ik weet ook hoe nou mijn lenderstone werkt. Ja, woepie, daar ben ik helemaal blij mee. En er is een vlies voor mijn ogen, daar ben ik niet blij mee. Nee. Maar ja, ik hoop dat dat overgaat. En er heeft er eentje gebeld. En wie weet ik nog niet. Ik hoop dat jullie misschien knipperen. Nou ja, zullen we even zien. Ik heb wel het vermoeden, Karin. Ja dus. Dus die gaan we zo even bellen. Dus ik zeg lieve vrienden, geniet ze en geniet weer een beetje met ons mee. En een hele fijne, liefdevolle avond. Ze zeggen tot later. Zo lieve vrienden, ja, dan zijn we weer even bij elkaar. Ik heb kandel even lekker op schoot, dus met andere woorden, ik heb ook een deken over me heen, ja. Anders komt die niet bij me op schoot met zijn nageltjes, nee. Trouwens, de meisjes ook niet hoor. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wil jullie allemaal een hele, hele fijne, liefdevolle, verdere avond wensen. Geniet ervan. Ik ga deze dag met jullie samen afsluiten. Want het is morgen weer een lange dag. Ook komt Willy, de huishoudelijke zorg. Willy wil wel, komt ook. En morgen begint de avondvierdaagse. Dus meer dan genoeg. Ik wil proberen om op tijd op mijn bed te komen. Ik heb steeds een vlies voor mijn ogen. Niet zo voor deze ogen. Ja, en ik moet nog een vlog in elkaar zien te zetten. Ook dat nog. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook zeker met ons mee. Hm? Ja. Ik zou zeggen, geniet ervan. En voor later op de avond wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard, wat anders ook, morgen gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God houdt over ons allemaal de wacht. Dus ik zeg, tot aan de andere kant van de nacht. Ja.